staan hier bij Instock Market. Een groothandel voor de horeca, voor geredde producten. Instock Market gaat vanuit de duurzaamheidsgedachte verspilling tegen. En ik sta hier naast Bart, die alles weet van Instock Market. Hoe werkt het precies? Ja, we zijn nu op het Food Rescue Center. Hier halen we dagelijks producten naartoe die normaal gesproken worden verspild. Van boeren, telers, verpakkingsbedrijven. Die komen hier naartoe, dan controleren wij de kwaliteit. En gaan ze eigenlijk opnieuw onze groothandel in, waarmee ze bestelbaar worden voor de Nederlandse horeca. En hoeveel horecazaken zijn er dan inmiddels bij jullie aangesloten? Nou, er zijn nu ongeveer 200 bestellende horecazaken. En dat varieert eigenlijk. Het varieert van bedrijfsrestaurants tot aan Michelinsterrenrestaurants. Welk product wordt nou het meest verkocht? Ja, we hebben in Instock Market altijd 65 soorten groente en fruit die we altijd beschikbaar hebben vanuit de reststromen. Dat zijn de meeste ingekochte soorten groente en fruit in de horeca. En die proberen wij eigenlijk die reststromen bij elkaar te brengen, zodat het heel makkelijk is om met Instock Market te werken. En waarom past Instock Market en jullie Rescue Center volgens jou nou zo goed in de trends van komend jaar? Nou, omdat ik denk dat door middel van circulair in te kopen bij Instock Market je een snelle duurzame stap kan zetten. Dat is vaak best wel moeilijk. Als je een duurzame stap wil zetten, moet je heel vaak iets onderzoeken. En moet je heel vaak iets investeren. En bij ons gaat het letterlijk over appels, peren en tomaten. Die kun je vandaag al bestellen voor leveren. Dan heb je het morgen in je keuken en dan doe je dat beter dan gisteren. Dus het is heel makkelijk om op te starten. Mogen we even kijken? Ja, zeker. Ja. Nou, hier hebben we een deel van ons product staan. Ja, bijvoorbeeld hier deze broccoli. Ja, als je er puur naar kijkt van hey, wat is er mis met dit product, nou, dit is waarschijnlijk omdat het te klein is. Maar verder... Omdat het te klein is, komt hij niet in de reguliere supermarkt of groothandel. Ja, dat kan een reden zijn. Het kan soms ook zijn dat het vanuit een overschot of met een beschadigde verpakking. Er zijn talloze redenen van voedselverspilling eigenlijk. En normaal gesproken, als jullie er niet zouden zijn, zouden deze producten, die eigenlijk prima zijn in kwaliteit, gewoon weggegooid worden? Ja, dan kan het zijn dat er wel veevoer van wordt gemaakt of biovergisting. Maar het wordt vaak niet opgegeten door mensen. Nee. Ja.